Een delegatie van het ministerie van Openbare Werken bracht een bezoek aan de brug over de Saramacca-doorsteek om het verloop van de werkzaamheden te volgen. De aanwezigen kregen een uitleg over wat precies verwacht kan worden bij de complete vervanging van deze oude brug. Volgens Rodney Wongso-Suparto van Kuldiptsing Infra is de organisatie samen met CRBC en KI Joint Venture verantwoordelijk voor een vlotte en veilige uitvoering van dit project. Wongso-Suparto legt uit wat de werkzaamheden zullen inhouden. In theorie is het het verwijderen, slopen en ontmantelen van de bestaande brug. Daarna wordt er zeg maar grondverbetering aangebracht, waarbij we vervolgen voor het aanbrengen van de onderbouw, de zogenaamde palen voor de brug, vervolgd door de bovenbouw en afwerking. Op dit moment zijn er activiteiten gaande. Zoals u kunt zien, zijn we bezig met de sloopwerken en het ontmantelen van de brug. Simultaan zijn we ook bezig met het aanbrengen van verticale drainage. Dat is ten behoeve van de grondverbetering, omdat deze brug ook breder gaat worden, met ongeveer 10 meter. Tijdens de uitvoering van dit project zijn er uiteraard, verwachten wij, ook uitdagingen, omdat het geen nieuwe situatie is. Waarbij we rekening moeten houden met de bestaande utiliteitskabels en leidingen, de bestaande gebouwen en natuurlijk ook de beschikbare ruimte. Als u kunt zien, er zijn hoogspanningskabels en dat beperkt dus de uitvoering voor het aanbrengen van deze wetten. De brug over de Saramacca-doorsteek is bijkans 12 jaren niet meer geschikt om te veel auto's te accommoderen en absoluut niet voor zwaar verkeer. Om het verkeer te reguleren richting het centrum toe kan er gebruik worden gemaakt van de Fabi- en Tsarenbrug.